Hey, hallo allemaal, goede avond, daar zijn we weer. Uh, hi Tamara, Daan, Riek, Theo, ik zie heel veel mensen. Karin van Didden, leuk dat je er bent. Uh, nou, nog veel meer, want de stroom uh, van uh, YouTube gaat maar door. We gaan vandaag beginnen met de tweede challenge, het maken van een uh, avatar. Ik vond het ontzettend leuk om te zien wat jullie uh, de afgelopen week hebben gedaan... We hebben heel veel vragen gekregen, heel veel uh, uh, leuke foto's. Uh, heel veel mensen die zeiden van: het is pittig, het is moeilijk, maar we hebben hard gewerkt. Je weet, je kan de film van YouTube kan je natuurlijk ontzettend vaak terugkijken. Het is altijd leuk, als je hem leuk vindt, om even een duimpje te geven. Uh, dat is voor ons lekker. En abonneer je op ons kanaal, want wie weet maken we er nog veel meer. En uh, zitten we ook tussendoor nog wel eens dat we denken van, hé, hey, laten we dat posten. En dan kan je dat volgen. Oké, okay. nu ga ik... Uh... Voordat ik ga beginnen, even nog een keer laten zien waar je de informatie vandaan haalt. Op ons blog, Challenge 2, daar staat ook de link naar de uitzending. En um, hier ga je straks je bestanden downloaden. En we hebben natuurlijk hartstikke mooi onze discussielijn. Um, in, op de clubpagina van uh, Photoshop. Je ziet, ik heb hem weer uh, aangepast naar wat we vandaag gaan doen. Uh, en ik heb uh, wel een heel klein beetje links en rechts wat discussies weggehaald. Want naarmate we langer daarmee bezig zijn, wordt het anders rommelig. Dus zo, laat banners maken in banners. En uh, alle opmerkingen en dingen die je wilt vragen over avatar, uh, doe dat hierin. Uh, ook weer twee uh, hartstikke mooie nieuwe albums. Ik zie dat er alweer een mooie banner bijgekomen is. En um, ik kan zo even heel snel achter mij, uh, um, aan deze kant, uh, een mooi overzicht laten zien, wat er allemaal is gemaakt. Wat ik heel leuk vind is dat, wat sommige mensen doen, is even uh, um, de banner um, uh, met en uh, hij wil niet helemaal. Um, dat had ik er straks geen wat makkelijker. Um, maar met en zonder. Um, uh, de overlezen, dat je een heel klein beetje kan zien um, hoe, dat, uh, ja, hoe dat werkt. Dus, uh, en hoe het eruit ziet. Oké, okay, we gaan uh, uh, van start. Uh, wat we gaan doen, is natuurlijk als eerste onze Photoshop openen. En als we de bestanden van deze week hebben gedownload, heb je dit overzicht gekregen. Ik heb een aantal dieren erin zitten. Um, ik zie dat ik hier twee dingetjes oorspronkelijk opgeslagen heb die jullie niet hebben. Dus die PSD-bestanden hebben jullie expres niet. Uh, en je hebt iets geks dat heet Brushes En dat heeft als naam een Maan. Alle andere dingen gaan we vanavond wel en niet gebruiken. Dat is een beetje afhankelijk uh, van de tijd waar we uh, mee zitten, zo meteen. Um, ik was al begonnen. Ik zie dat ik al een paar minuten ben gaan kletsen zonder uh, op mijn uh, timer te duwen. Maar dat geeft niks. Ik heb geen uh, PSD-bestand voor jullie gemaakt. Uh, want ik vind het wel uh, uh, spannend om jullie um, dit zelf uh, een keertje te laten doen. En te laten zien wat uh, maatvoering uh, uh, doet. Ik maak mezelf even kleiner, dat is zo meteen wel makkelijk. Um, je kunt in Photoshop natuurlijk altijd een bestand openen door dus naar bestand te gaan en naar het openen. Maar het leuke is dat je vanuit je Finder of vanuit je Verkenner ook een hele hoop leuke dingen of heel, heel hoop direct kan doen. Nou, ik heb hier een, een foto gemaakt van mijn pop met een mooie pruik erop. Ik denk, dan hoef je niet de hele tijd naar mijn hoofd te kijken. En uh, door die er zo in te slepen, opent die zich meteen. We hebben vorige keer gezien dat als je een foto ergens overheen wil plaatsen, dat dat een beetje op dezelfde manier gaat. Hè? Dus als ik deze foto er overheen zou plaatsen, sleep ik die er ook weer over. Dat is hartstikke makkelijk. En zo heb je een heel mooi uitgangspunt voor je, uh, je eerste avatar. En de avatar heb ik heel eventjes voor jullie opgezocht. Behalve dan dat het een... Uh, een gebruikersafbeelding is uh, op internet. Uh, bestaat er ook een hele leuke film en een serie over Avatar, met fantasiewezens, met aparte dingen. En uh, in, uh, in uh, het is ook een hindoe-god, in Hindoeïsme, een Hindoe God die zich uh, laat zien als, als dier, die zich dus een beetje transformeert. Nou, vandaar mijn dieren ook in, uh, in het mapje waar je mee kunt uh, gaan spelen. Als eerste ga ik jullie leren hoe je die achtergrond kan veranderen. Dat doe je heel makkelijk door je fotolaag te verdubbelen. Dat is even makkelijk. Je kan ook gewoon hier op het slotje aan de rechterkant klikken op je laag. Dan kan je hem ook gebruiken. Maar stel dat ik direct een foutje maak, hoef ik niet meer opnieuw mijn bestand te openen. En dan heeft Photoshop daar een hele leuke tool voor. En om die nou heel goed te laten werken. Plak ik er even een laag tussen? En ik hou erg van laagvolle kleur. Plus ik kan er meteen iets uitleggen. Als je de uh, volle kleurlaag aanmaakt, of je dat nou hieronder doet in het bolletje of via laag en um... Maar zit die ergens? Nieuwe opvullaag doet. Dat kan ik natuurlijk niet op dit moment. Krijg je altijd de kleurkiezer. En als je dan met die kleurkiezer over je foto gaat, wordt het een pipetje. En dan zou ik bijvoorbeeld erachter op die muur een kleur kunnen kiezen. Maar je kan ook in je kleur stalen. Als je dan op OK duwt, dan verandert die kleur hier. Kijk, als ik de foto even weghaal. Maar ik kan nou niet zeggen, ik wil die kleur een andere keer. En dan pak ik weer het pipetje. Dan moet je echt weer dubbel klikken op deze laag. Wat wel kan, is uit je kleurstalen kiezen. Of hierboven in de laag met recente kleuren. Dat kan weer. Nou Oké. Okay. Ik ga weer even terug naar mijn achtergrond. Uh, of naar mijn portret. En hier staat achtergrond kopiëren. Dat vind ik altijd onhandig. Door daar nu op te gaan met mijn handje. En te dubbelklikken, kan ik daar de naam portret in typen. Dat is makkelijk. Dan heb ik het direct over portret. Dan weet je dat het over deze laag gaat. Anders heb ik het over laag 0. Nou. Oké. Okay. En nu gaan we de grootste truc van Photoshop doen: is die achtergrond weghalen. Dat kan je heel ingewikkeld doen met knippen, met selecteren, maar er is nog een handigere manier. En dat doe je via eigenschappen. Die hadden wij vorige keer hier precies in het midden, in dat smalle balkje gezet. Je kan ook naar venster gaan en kiezen voor eigenschappen. Dan klapt die ook uit. Dan moet je even naar beneden scrollen, want het zit in snelle handelingen. En dan kies je achtergrond verwijderen. Even wachten. En dan is die weg. En dat doet Photoshop best wel netjes. En netjes, net, netjes genoeg om uh, nu verder te gaan. En ik snap dat we hier nog wel wat lelijke stukjes hebben. Uh, maar daar kan je bijwerken door op je masker te gaan staan. En je ziet nu ook heel goed hoe dat masker werkt. Ik hou even de alt toets vast. En dan kan je zien dat alles wat wit is, dat houdt de achtergrond tegen. En dan zie je dus de foto. En alles wat zwart is, daar. Komt de achtergrond doorheen. En dat is dan deze kleur. Verander ik hem van kleur, kan ik heel makkelijk die achtergrond weer anders laten zijn. Oké. Okay. Het enige wat ik niet mooi vind is dit stukje. En dat laat ik jullie ook even zien hoe je dat kan opknappen. Um, dat stukje op haar neus is heel raar. Die gaan we even weghalen. Maar vooral dit. Hier heb ik de pruik niet netjes neerhangen en dan zit een gek gat. En dat doe ik met klonen. En als ik nou hier in mijn paneel ga, scroll ik even naar beneden. Dan zit hier een soort, nou letterlijk, kloonstempel. Daar klik ik op. Dan zorg ik dat ik hierboven altijd een zacht um, penseel kies. Dat kan die zijn, dat kan die zijn. Um, en ik zet hem ongeveer op 35%. Dus niet uh, super zacht. 35% is uh, voldoende. En met mijn platte uh, haken toetsen maak ik hem ongeveer zo groot dat hij hier een beetje zo over dat bruine heen gaat nou moet ik een doel uh, zoeken en als ik nou hier kijk waar nou mijn rondje overheen gaat daar nou, dan denk ik dat als ik dat daar plak dat dat er mooi uitziet Want dat is wat je gaat doen let op autoets vasthouden klik op je muis en dan je zag daar dat uh, uh, target dingetje hè? Dan heb ik dit stuk opgepakt. Als ik over het grijs ga, kan je het zien. Op het moment dat ik dan klik op de plek waar ik het haar eigenlijk wil inschilderen, dat is wat ik ga doen, dan zorg ik ervoor dat de stroom hier op 50 staat, de dekking op 100 en de modus op normaal. Dan en zie je daar dat plusje naast mij, dan zie je dat waar dat plusje, dat is het stuk haar wat ik kiest. Nou, en straks een goede jongen zijn wil je dat kunnen herkennen. Hier zit ook nog een lelijk stuk. Nou doe ik dat, het, nou maak ik mijn rondje kleiner. Ik hou weer mijn altijd vast. En ik klik hier op die haarspier. En, uh, nee, dat doet niet goed. Soms pakt hij hem net niet helemaal. En dan zet, plaats ik dat uh, goed terug. En als ik naar rechts ga, of naar links, dan pakt hij... Ook daar de omgevingskleuren mee. Dus ik kan ook een beetje mee spelen. Nou, het mooiste is als je iedere keer andere plekjes kiest. Zodat je hè, vlakken heel mooi weg kunt werken. Nou, dit moet je uh, gewoon echt uh, een paar keer oefenen. Hier ga je gewoon mee, uh, 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 mee spelen. Ctrl-Z kan je terug doen. Je kan altijd naar je historie. En dan kan je stapjes terug doen. Of weer vooruit. Nu... Best netjes opgelost. Dat gekke spleetje is weg en het is klaar. Mijn volgende stap is een leukere achtergrond. Ga ik hier weer naartoe. En ik dacht: laat ik wolkjes doen. En die wolkjes, die wil ik natuurlijk hieronder hebben. Als ik meteen op die kleurenlaag was gaan staan, dan uh, was het goed gegaan. Um, mijn verplaatstoel, de bovenste. Ik pak een hoekje, schuif hem naar rechts. Als je nou geen hoekje hebt vond ik wel een leuke kan het best wel zijn dat je al uh, hier ergens die automatische selectie of die transform gereedschap tooltjes mist um, dan kan je daar altijd op klikken nou vind ik op zich best leuk mooi gedaan het zit er leuk achter Maar als ik dit nou weg dan denk ik van hé, hey, wat een leuke wolk die wil ik er eigenlijk voor hebben en dat kan um, dan pak ik deze laag op, sleep hem rechts onder in het hoekje naar het plusje. Heb ik er ineens twee, pak hem weer vast en sleep hem over mijn portret heen. Hups, is hij weg. Achtergrond verwijderen gaat hier niet lukken, want het ding is helemaal achtergrond. Ik ga nu naar mijn toverstaf. Daar druk ik even op en dan krijg ik een uitklapscherm. En dan kies ik snelle selectie. Daarmee kan ik een hele leuke, vlugge selectie maken. Ik zorg dat ik. ik ik doe eigenlijk altijd met het rondje met een plusje, zodat ik altijd bij kan schilderen. En maak mijn de grootte ongeveer 60, um, 90% hardheid. Dan heb je altijd een wat mooiere overgang. En nu ga ik in het gebied staan wat ik wil selecteren. En ik ga zo tegen de rand. En soms gaat het al heel hard. En ik duw als het ware mijn selectie op zijn goede plek. Dan nou ga ik één stapje naar boven. Dan zie je zo'n gekkig lasso dingetje. Dan klik ik ook weer op en pak het ronde lassootje. Dan heb ik hierboven een aantal opties. Eén optie met die dubbele blokjes helemaal vol. Dan kan ik er stukjes bij kiezen. Dan zie je ook een plusje bij mijn lasso. Als ik dan hier zo selecteer heb ik dat stukje erbij bedacht. Ik zie hier nog een heel klein stukje wolk wat er misschien bij mag. Pak die ernaast zit, dan haal ik dingen weg. Bijvoorbeeld hier. Is het niet zo heel mooi weggehaald? Oké. Okay. Om het te verfijnen ga ik naar Selecteren en Maskeren en dat is een hele mooie. Als ik daarop klik, is alles wat ik geselecteerd heb zomaar zichtbaar en de rest krijgt een masker. En hoe dat masker eruit ziet, zie je aan de rechterkant bij weergeven. Ik kies dat voor bedekken. En dan met een kleur. Dan kan ik dat wat meer of minder laten zijn. Maar ik zie hier vooral die randjes. En dat is belangrijk. Nou, met het kwastje met die veetjes, links, de tool. En dat ding, dat heet, als het goed is laat ik het zien. Nee, dat wil ik even niet. Ehm um, Selectiepenseel of aanpassen. Soms laat hij het zien, soms niet. Maar dat heeft nou met de uitzending te maken. Ik maak hem ietsjes kleiner. En wat ik doe, is zorgen dat hij zeg maar, verdeeld is over het stuk wel wolk, niet wolk. En ik klik een beetje, sleep een beetje. Ik probeer daar de blauwe stukjes uh, erbij te betrekken. En soms sleep ik echt uh, met mijn muis over de rand heen. Dit is een beetje op. Gevoel. Ik kan niet precies zeggen waarom het de ene keer wel werkt en waarom niet. Waar je op moet letten is dat je zo met dat plusje altijd op de randen gaan zi gaat zitten. En afhankelijk van hoe groot je je kwast hebt, selecteert hij wat mooier. Nou ik heb mijn selectie gemaakt. Um, ik uh, ga mijn laagmasker toevoegen en volgens mij moet ik even mijn Alt-toets vasthouden. Nee, dat doe ik op Ctrl-I. En nu heb ik het wolkje er heel mooi voor zitten en heel mooi achter zitten. Nou, bijna klaar. Ik wil het nog een beetje spannender maken. En daarvoor uh, ga ik uh, uitleggen waarom dat gekke maanding erbij zit. Ik ga in mijn bestand een gewone laag maken. En die zet ik op de onderste wolken. Dus ik klik op de wolken. Ga hieronder naar het plusje. Plus. En ik krijg gewoon een hartstikke lege laag. Super. En um, die lege laag... Is ervoor om uh, een maandje in mijn bestand te maken. En daarvoor zorg ik ervoor dat mijn kleurenblokjes hier links op wit staan. Of ik kies hier wit, mag ook. Ik ga naar mijn penseel. En nu ga ik helemaal naar boven. En dan zie je hier zo'n uitklapschermpje, nummertje 1, 2, 3. Die klap ik uit. Dan krijg ik dit veld. En dan ga ik naar het wieltje toe. Dan krijg ik een een nieuw venster. En dan moet ik gaan zoeken naar penselen importeren. Daar ongeveer. Daar klik ik op. En omdat ik daar straks uh, vanuit dat, dat bestand, uh, uh, vanuit die Finder uh, verkenner heb gewerkt, opent die meteen um, de map waar uh, mijn brush staat, mijn penseel. Klein momentje. Als ik moet direct hoesten van het praten. En een punt ABR is een penseel die je kan laden. Daar klik ik op, daar zeg ik: uh, Laden. Ik doe het nog een keertje voor, al heb ik hem al honderd keer erin staan. En wat er nu gebeurd is, zoals je ziet, is. Uh, als ik hem hier zo'n beetje overheen schuif, uh, heb ik een bijzondere vorm gekregen van een penseel. Ik klik altijd even op een bovenste rand, omdat uh, ik anders met mijn bracket, mijn, uh, of mijn platte haken. En mijn penseel niet groter en kleiner kan maken. Heb je nou een muis? Kan je met een wieltje rollen. Ik doe nooit iets met een muis, dus die heb ik geen. Maar daarmee kan je met een wieltje rollen. En wat ik nou doe, ik zoek even een leuk plek. Even daar. Ik zorg dat ik onder mijn portret zit. En ik zorg ervoor dat mijn stroom 100% zit. En dan klik ik één keer. Nou hier zo. En dan heb ik een maan. Super lollig. En omdat ik toch een beetje een mystiek fantasiefiguur heb. Doe ik dat hier nog een keer. Hoppakee. Hartstikke grappig. En ik wil eigenlijk hier boven in die hoek een hele grote nog hebben. Een wereld met drie manen. Dat moet kunnen. Best wel goed. En wat ik niet zo mooi vind, is hier dat stukje. Dus ik ga weer even naar een gewoon penseel. Hoppakee. Uh, kies er één uit. Bijvoorbeeld die. En... Klikken langs, maak hem iets kleiner. En wat ik even doe is dit allemaal weghalen. Heel goed kijken waar de wolk zit. Dat is die. Ga hierop staan. En pak weer dat leuke, gekke, uh, snelle selectietooltje. Dat werkt best goed. Ik doe het nou nog een beetje sneller dan daar straks. Um, kies even weer de lagen die ik heb. Want dan kan ik zien uh, waar ik zit. Ik ga naar laag 1. Daar had ik mijn uh, uh, manen op getekend. Klikken op. Ctrl-I draai ik om en dan zie ik dat hij hier heel mooi geselecteerd is. Misschien met een heel zacht toeltje. En door die stroom uh, heel laag te maken, kun je heel zacht schilderen. Uh, hoe langer je dan over één plek uh, beweegt, hoe um, uh, meer het effect. Uh, maar doe je dan heel, uh, tevoorschijn komt, doe je dat heel zacht zoals nu. Uh, dan kan je heel kleine beetjes weghalen. Nou, uiteindelijk uh, ziet het er zo al best wel uh, mooi uit. Ik ga... ik ga eigenlijk helemaal niks doen. Uh, ik ga deze eerste en de laagste laag selecteren. En dan ga ik even het omzetten in slim object. Handig is dat ik dan wat makkelijker kan bewerken. Ik ga de kleuren. Een beetje leuker maken ik kan kiezen voor een volle kleur bijvoorbeeld deze en dan zeg ik uh, ik kies weer zo'n leuk uh, uh, zo'n leuke bedekking hè. ik kies een menging nou, ik vind dit al best wel grappig ik zet hem even uit maar photoshop heeft ook nog een aantal filmische kleurlagen uh, en dat heet kleur opzoeken en dat heet een 3d opzoektabel of een uh, uh, Kleurlut. Uh, en uh, zoals je in een film ziet, zie je ook wel eens ooit dat alle scènes in dezelfde stijl zijn. Dat is wat je hiermee kan doen. Mag je zelf een beetje mee experimenteren. Ik vond Leed Sunset wel heel gaaf. Ontzettend mooi hoe die manen eruit komen. Dat haar past er ineens lekker bij. Uh, de vulling doe ik ietsjes minder. En uh, nou, hartstikke gaaf. Kijk maar naar schilde oog naar mijn fotoclub kleuren. En uh, ik denk dat het uh, er leuk uitziet. Alleen een avatar is vierkant en dat is het enige wat we nog heel eventjes moeten gaan doen. En dat doe ik door een uitsnijd tool te kiezen. Ik heb van tevoren, als ik hier eventjes naar kijk, heb ik de afbeeldingsgrootte 1000 breed gemaakt. Uh, ik zet hem altijd voor mezelf op pixels, omdat pixels de ware grootte aangeven. Uh, een pixel wordt nooit groter of kleiner. Je kan alleen maar meer of minder pixels hebben. De resolutie wel. Voor een beeldscherm is een resolutie van 72 voldoende. Uh, zou ik deze willen afdrukken, dan zou ik een resolutie van 300 nodig hebben. En dan heb ik een heel klein plaatje. Dus kijk nooit naar resolutie, maar altijd eventjes naar uh, pixels. Oké, okay. dus duizend pixels. Ik ga naar uitsnijdtool. Uh, ik kies niet verhouding, want dat is best wel moeilijk. Ik klap dit uit en ik kies van naar vierkant. En eigenlijk zit ik dan al redelijk goed. Ik kan misschien zeggen: oké, okay, ik maak de uitsnijden een klein beetje spannender. Okay. en uh, dan is dit zometeen mijn avatar. En als ik nu weer hier terug zou gaan, zou ik zien dat mijn avatar bijna 1000 is, bijna 900 is. Dat is al voldoende om hem uh, leuk ergens op Facebook te zetten of op, op Instagram. En voor je avatar wordt hij meestal nog veel kleiner, maar dat laat je dan aan het programma zelf over. Uh, moest je hem nou echt kleiner maken, dan ga je hier naar afbeeldingsgrootte. En nu typ je bijvoorbeeld in 300 pixels, als men dat vraagt, en dan maakt je hem ook echt 300 pixels. Nou, dat is iets wat ik even niet wil, want dan verklein ik letterlijk mijn foto, en dat vind ik een beetje zonde. Uh, met diezelfde, ik zag dat ik het puntje op de neus niet weg had gehaald, maar datzelfde clone tool kan je ook dat puntje op die neus mooier maken. Bala. Voilà. Deze kan je weer gewoon via bestand... Uh, Exporteren, opslaan voor web of snel exporteren, kan je die opslaan en kan jij hem neerzetten waar je wil? Nou, misschien wel in dezezelfde mat. Daar zet ik hem uh, neer. Um, ik zet hem even op mijn bureaublad neer, want ik had hem al opgeslagen in een andere vorm. Nou, en dan heb ik mooi uh, deze foto zo gemaakt. Super, hartstikke leuk. Uh, als jij hem straks op internet wil zetten, dan kan dat. Dan ga jij naar jouw Mijn Fotoclub. Um, je kiest hier profielinstellingen. Um, Scroll ik een heel klein beetje naar beneden. Ga naar profielfoto, want zo heet hij bij ons. Um, op... Ik moet heel even. Ik heb nou voor het zoveel dingen hierop staan. Even zo neerzetten. Ga ik hem even opzoeken. Uh, je ziet, ik heb er al wat meer geoefend vanmiddag. Dat is bijna dus net een kleine andere. Hij past precies, hij zal, hem, uh, uh, hij zal er uiteindelijk een rondje van maken. Dus als ik nu zeg opslaan, dan verandert uh, mijn avatar en uh, zie je hem daar staan. Nou, de kleuren die ik gebruikt heb passen heel leuk bij mijn banner uh, van, vorige, zeg maar, van de vorige week, die ik ook weer even aangepast heb. Oké, okay. ik heb nog 11 seconden over en nog 5 minuten voor het advanced. Ik wil toch heel eventjes heel snel laten zien hoe ik dat heb gedaan met bijvoorbeeld zo'n dierenportret. Ik doe het met de meest eenvoudige die ik hier heb gemaakt. Ik heb namelijk de foto van de hond geïmporteerd, ik heb de laag dubbel gemaakt. En ik ben hier ook heel makkelijk uh, gaan kiezen voor achtergrond verwijderen. Nou, op het moment dat hij dat doet, um, dan doet hij dat heel keurig. Het viel mij op dat hij hier nog niet helemaal lekker zit. En heb dat een heel klein beetje bijgewerkt. En vervolgens heb ik een foto van mezelf geplaatst. En toen dacht ik, hoe lollig zou het nou toch zijn als ik mijn bril op de rond zet? Hups, goed gedaan. Um, en hiervoor heb ik weer die snelle selectie tool gekozen. Um, oh, je moet altijd zorgen dat je op de laag zit waarin je wil selecteren, anders gaat het mis. Um, hoppakee, hij doet het misschien nog niet helemaal meteen goed. Zoom je een beetje in. En wat ik nou hier heb gedaan is um, met de lasso tool, soms vind ik dat dan um, best handig. Lukt me dat heel aardig? Een beetje bijgewerkt. En ik ben naar selecteren. Masker en selecteren gegaan. En heb letterlijk met dit penseeltje dingen erbij geschilderd. Dan maak je hem iets groter. Want als je wat groter is, is hij wat makkelijker met je muis te handelen. Uh, en ook weer dingen daar afgeschilderd. Nou, dat uh, mogen jullie even van mij geloven. Dan heb ik er een uh, masker van gemaakt. Hoppakee. En in dat masker heb ik met de spons, en dat is een beetje een aparte tool, staat op minder verzadiging, heb ik hier um, in zitten sponsen. En wat ik dan doe, en ik kan het even laten zien zo, is dat hij met hele minuscule gaatjes de huid van de hond weer een beetje terugborstelt. Uh, want daardoor lijkt het wat meer alsof het echt is. Want als ik alleen mijn eigen ogen zou nemen. Dan zitten daar allemaal uh, ff, mooie damesrimpels. En uh, dat vond ik niet zo mooi. Nou, ziet er best leuk uit. Behalve dan dat het kleur is. Nou, en dan kan je hem die heel mooi zwart-wit maken. Ga je weer naar dat bolletje. Kies je zwart-wit. En wat je doet is hier het uitknipmasker aanzetten. En dat betekent dat hij alleen maar de dingen verandert in. Het stukje wat je uitgeknipt hebt, wat je hebt. Dus als ik bijvoorbeeld hier en dat rood ga, zou ik dat uitkniptmasker masker uh, niet uitzetten, dan zou je, nou in dit geval maakt niet zoveel uit, maar ik zou het wel, ja dan zou, nee, het maakt niet zoveel uit omdat ik een zwart-wit heb over een zwart-wit. Nou, ik ga er een heel klein beetje mee schuiven en uh, net zolang totdat ik zoiets heb van: dit vind ik netjes. En daarna heb ik er nog een laagje doorheen. Oeh, ik heb nog precies uh, één minuut over. Heb ik er een laagje doorheen gemaakt. Uh, doordrukken en tegenhouden. Uh, ga ik de volgende keer uitleggen. Nou, ook hier mooi uitknippen. En je hebt een uh, fantastisch mooi, uh, mooi masker. Hartstikke leuk. Hé hey jongens, ik heb mijn uh, 25 minuten erop zitten. Um, ik wil aan jullie vragen om uh, jullie uh, vragen, antwoorden en al jullie bevindingen weer uh, te, te posten. Uh, ben niet verlegen, uh, stel je vragen, er zijn nooit stomme vragen, behalve als je ze niet stelt. Ik had nog beloofd dat ik nog heel snel even liet zien hoe ik het uh, logo had gemaakt. Um, in principe heb ik uh, uh, niks meer gedaan als het logo van Photoshop gebruikt met mijn toverstaf dingen geselecteerd, dan een uh, laag, bijvoorbeeld, gekozen, bijvoorbeeld uh, verloop. Um, nou, noem het deze, en uh, daarna er een vaste laag overheen gezet. Op deze manier. Ook hier heb ik weer zo'n fijn um, uh, maanstempeltje opgegooid, hoppakee in het wit maar dan wel met een uh, goede zo en uiteindelijk um, deze weer uitgeknipt hier opgezet control geselecteerd op die hier een masker opgezet en omgedraaid en zo krijg je je maan toe nou ook nog even heel snel twee minuten over tijd valt me nog niet tegen um, ik uh... Ben aan mijn einde. Ik wens jullie heel veel succes met nadoen. Uh, plaats. Uh, ik had nog een paar andere voorbeelden. Die zal ik heel kort met een. Uh, ik vond deze ook nog wel heel leuk. Heel kort met een schermprintje laten zien hoe je dat maakt. En wie weet is dat ook wel een hele leuke uitdaging. Om te kijken met de techniek van de vorige keer. Want dat is wat ik eigenlijk hier heb gedaan. Hè. Ik heb uh, de filtergalerie eroverheen gezet. En met de techniek van de vorige keer. En een masker, heb ik uh, mezelf uh, als het ware in het water gelegd. Nou, dat soort dingen zijn heel leuk. Dankjewel allemaal. Um, ik ga afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk hebben gevonden. En um, nou ja, wie weet tot volgende week. En uh, we, Marcel en ik gaan jullie volgen. Posten, liken, abonneren. En uh, doe vooral met ons mee. Mocht je nou geen lid zijn van uh, je nog geen betaald lid van Fotoclub zijn, mag je ook altijd onder het blog van vandaag je af te hangen. Geen probleem. Oké, okay, tot ziens, tot de volgende keer en uh, doei, werk ze!